Zoals er juist aangegeven werd, is Rotterdam 2030, waarin verschillende netwerken, dus zowel het auto-netwerk als het openbaar vervoer-netwerk, als het fietsnetwerk, waar die complementair aan elkaar worden uitgelegd. Zodat er een concept ontstaat, wat men ook in de lijst van Ruimte Vlaanderen uitbrengt, rond knooppunten. En we hebben het slechtste land om goed openbaar vervoer te organiseren, omdat onze ruimtevordering zo besluit en verspreid. Want als je dat probleem ziet, dan zit het vooral in de wat meer landelijke regio's toch wel minder geïnteresseerd in agglomeratie, waar het eenvoudig is om met een aantal volledige stamlijnen, met een goed verknoopt systeem van openbaar vervoer, toch heel snel kwaliteitsverbetering door te voeren. Maar dus voor waar we komen, en wat zeggen dat zelfs een ambitie kunnen en moeten zijn van die vervoersregio, om te zien hoe kunnen ook al die gemeenten die 24 of hoeveel zijn er rond Antwerpen, hun ruimtelijke ordening afstellen op het systeem van mobiliteit tussen de netwerk en de vergroting. Vandaar dat het nieuwe woonontwikkeling ook, ik zit maar ergens in Brecht, en dat dat nieuwe rondstation is, daar verder vandaan, juist op die